Petticoat is bijna afgelopen. Musical World neemt afscheid van deze productie met drie van haar favoriete spelers. Ja, dat is natuurlijk een feestje dat we nog als echt als laatste aan het eind van de tour dit nog mogen meemaken. Ja, ik vind het, en ik woon hier in de buurt, dus het is heerlijk om op de fiets. Ja, het is echt heel fijn. Jouw vereenzelviging met tante Sjaan. Jij bent altijd de dijenkletser tegen het eind van de show. Ja. Het lichtpuntje van de show ben ik. Zo triest is het niet. Nou ja, na een paar emotionele scènes kom ik de boel weer eventjes gek maken, dat klopt. Het duurt altijd bij mij een tijdje dat ik een rol loslaat. Ik heb er 2 jaar gespeeld en toen ging ik op vakantie. En toen liep ik nog als een soort moeder van Siska, maar vrij moed rond. En ik heb het idee dat dit iets makkelijk gaat. Het is een jaar geweest, dus ik denk dat ik misschien wel eerder in de vakantie denk, hé, dit ben ik weer. Maar een rol blijft wel lang bij je. Het is natuurlijk ook geschreven als comic relief. Dus de bedoeling was wel dat het een meezinger zou worden. Ja. En die vriend heeft voor het eerst zo'n nummer geschreven, zei hij tegen mij. Hij vond het moeilijk, want hij is gewend om hele ingewikkelde liedjes te schrijven. Die ogenschijnlijk simpel ogen, maar er toch heel virtuoos in elkaar zitten. En bij dit nummer had hij voor het eerst iets van zo. Dat zou wel eens een carnavalshit kunnen worden. Heeft u al vakantieplannen? Ja, Italië dit jaar. Wij gaan nooit niet naar het buitenland, daar eten ze zo. Dan komen strakjes nog haar hobby's en de loopbaan van papa. Dit is van mij uit bekeken een uitstapje voor jou naar musical. Terugkijkend, hoe kijk je terug op musical? Met nog meer respect dan dat ik er eigenlijk al voor had. Ja? Omdat ik natuurlijk heel erg uitkeek en opzag tegen 6 dagen in de week spelen. Maar dat is een helse klus, maar wel onwijs leuk om te doen. Bijvoorbeeld het geheim om dat vol te houden 6 dagen lang. Ja, ik denk de mensen met elkaar, de groep. Want je tilt elkaar op. Als je een keer moe bent of je hebt geen zin, en er is altijd iemand die zegt, kom op man, gewoon even vanavond even knallen en daarna kun je weer naar huis. En we hadden ook echt een te gekke, hele fijne, bijzondere groep. Dus in die zin ben ik wel echt, ik denk dat een heel groot... Ja, deel van het geheim is voor hoe je het zeg maar goed houdt. Daarvoor heb ik je gezien in dat schilderij, dat prachtige schilderij van Sondheim. Ja, Sunday in the Park with Sondheim, met M-Lab. Ja, ja, klopt. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik jou meemaakte. Okay. En ondertussen hoorde ik ook Albert Verlinde zeggen, Annemarie, die heeft te weinig gespeeld in musical, eindelijk is ze terug. Waarin heb ik jou gemist in vredesnaam? Nou, je hebt me kunnen zien in mijn eerste musical na school, na de kleinkunst, dat was Tsjechov met Boudewijn de Groot. Dat was mijn eerste, dat is een tijdje terug. Maar vroeger reed je toch ook wel eens met een bus naar Groningen, met een toneelgezelschap? Ja, maar dat was altijd, korter of zo. Dat zijn 2-3 maanden, weet je wel. Dus dan ben je korter onderweg en dan ben je vaker nog met andere dingen bezig, want je speelt dan vaak maar 4 of 5 avonden in de week, misschien meestal 4. Ja, en hier ben je toch 6 dagen in de week ben je eigenlijk bij elkaar. Dus je ziet je collega's meer dan je eigen partner of je familie of zo. Dus het wordt echt je familie. En in die zin ben je heel erg op elkaar aangewezen. Maar goed, we gaan even chronologisch. Daarna heb ik bij Albert Little Shop of Horrors gespeeld met Bill van Dijk en de Beefies. Daar heb ik mijn Beefies, Aniek Boer en Daniela Onke, ontmoet. We zijn een trio geworden. Was dat ook niet met Thomas van Luin? Ja, dat klopt. Met Thomas en Joke de Kruijf en Bill van Dijk. Ja, een hele maffe musical over een vleesetende plant. In Foxtrot heb ik gespeeld met Carice en Paul de Leeuw. Dan heb ik je gezien zonder... Ook in Carré, ja. Maar goed, in musicals ben je natuurlijk altijd met pruiken en met kostuums. Dus dan ben je niet jezelf, weet je wel. Het was dus een goede sfeer. Wat heb je jezelf het afgelopen seizoen aangeleerd? Waarin ben je beter geworden? Misschien mijn energie verdelen. In die zin, als het dan over spelen gaat. Iedere 6 dagen in de week proberen op hetzelfde niveau een voorstelling te spelen. Dat vereist wel een bepaalde discipline. En acteurs zijn, wat ik merk, acteurs zijn veel meer van daarna zeg maar de kroeg in en flink zuipen en roken en allemaal dat soort dingen. En in de musical zie je toch wel, dat gebeurt ook wel. Het zijn geen brave rikken of zo, maar
Het is toch een discipline waar je moet dansen, zingen en spelen. Dus je moet je conditie bewaken, je moet je stem bewaken veel meer dan bij toneel, vind ik. En ja, dus de discipline is wel iets wat ik mezelf heb aangeleerd. Ja. Die vrouw daar, ja, die ken ik. Het komt nooit meer goed. Ik vaar op mijn Titanic, mijn ijsberg. Volgend seizoen, sorry. Ja. Iets heel anders. Ja, met Frans Mulder. Mensen kennen mij natuurlijk meest van musical. Maar ik heb met Karin Bloemen gewerkt, heb twee solo-programma's gedaan. En met Bert Klunder heb ik ook cabaret gedaan één seizoen. Dus je gaat naar je oude leest? Nou, eigenlijk wel met een vernieuwde vulling, om het zo maar te zeggen. Is dit dan de eerste keer dat je de kans hebt gehad een indruk achter te laten op het grote publiek? Nou, het is wel grappig dat ik me blijkbaar vrij heb gespeeld hier bij deze productie. Ja. Want hierdoor heb ik weer een ander iets heel leuks te pakken gekregen. Wat ik volgend jaar ga doen. En dan ga ik met André van Duin en Ron Brandsteder de boer op. Ja, dat had ik nooit durven dromen en nooit gedacht. Maar André kwam naar die eerste try-out kijken. En die zag inderdaad het Tante Sjaan-nummer. En heeft je met eigen ogen gezien en heeft jou vergast. Ja, kijk hè. Ja. Ja. Dus ik heb een paar dagen geleden nog met hem afgesproken. Ah, tunnel. Brug bedoel ik. Je bent even een schim. Ja, ik ben een schim van mezelf. Vanaf de laatste dag petticoat, de volgende ochtend, zit ik bij hem thuis aan de leestafel en dan gaan we aan de slag. Vertel eens wat vernieuwd is bij Purple. Nou ja, dat ik ouder ben. 2012. Ja, het spannende is dat we het met z'n drie doen. Marco Braam, Frans Mulder en ik. Dus het is een heel klein clubje. Ja. Dat is heel spannend. Ik heb heel veel geschreven. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Sketches, teksten voor liedjes. Ja. Dus dat is ook nog een kant die mensen van mij niet kennen. Dat ik schrijf. Hoe ben jij als tekstschrijver? Grappig, zwaar op de hand? Beschouwend licht melancholisch en uit zeer humor. Het feestorkestje klinkt nog, maar beneden wordt gehoord. Is er een kans dat we je ook nog in de musical terug gaan zien? Als het een musical is die, waar ik in pas en waar ik ook echt, waarvan ik denk, ja, daar wil ik in staan, absoluut. Is er een rode draad in het Purple programma? Ja, de titel is Helden. En dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Het gaat voornamelijk over liefde. Maar liefde voor je held of liefde voor elkaar. Of, ik vind het, het wordt een gepassioneerd programma, dames en heren. Jullie zijn maar met z'n drieën, dus jullie hebben elk een bepaalde rol. Ja, nou, we zijn natuurlijk voornamelijk onszelf. Want dat is met cabaret, daar sta je als jezelf op toneel. Eindelijk niet, is een bedillerige moeder. Dus... Nee, maar die zal vast wel langskomen in een van mijn typeringen. Ja. Ik heb er nogal wat in huis. Ja. Je hebt legendarische voorgangers. Ja. Corrie van Gorp, Joke Bruis. Nou. Hoe ga jij je verhouden tot die twee? Tot André en Ron bedoel je? Nee, tot je voorgangers. Ja. Nou ja, ik heb mevrouw niet... Mevrouw de Bok bijvoorbeeld. Ja, god, maar mevrouw de Bok is mevrouw de Bok. Ik zal niet mevrouw de Bok gaan vervangen. Dat is in ieder geval afgesproken, want daar is er maar één van. En in principe, ja, ik heb illustre voorgangers, maar ik hoef me niet tot hun... Ik moet me verhouden tot Ron en André en niet tot die dames. Als we meer van Mike Weerts willen zien, waar moeten we dan zoeken in het komend seizoen? Nou, we gaan naar... ik ga met John van Eert, ga ik... Kantje Borden. Ach, nee, ja. Met die leuke poster. Ja, precies. En dat is vanaf november en dat loopt tot met april. Dus er komen ook alle theaters in Nederland een beetje. Doe John van Eert voor mij de groeten. Ga ik doen. En hoe verhoud je je tot die grappenmakers? Ja, dat is een nieuw soort concentratie. Omdat André is uiteraard de clown, om het zo maar te noemen. Ron is de aangever en ik ben dan de leading lady. Ja, dat is een aparte kleur, dus die moet ik nog gaan vinden. Uitvinden. Het klikt enorm, maar hoe dat uiteindelijk op de planken gaat uitpakken, dat moeten jullie maar komen bekijken. Laat jij een traan, 31 juli? Ik denk altijd van niet. Dat is heel grappig. Ik denk dat is fijn. Het is ook mooi afgerond. Maar dan is het eindapplaus en dan ga ik altijd staan huilen. Sorry mensen. Ja, het is toch een emotioneel moment. Een jaar lang hebben we getoerd met elkaar. Het is echt enorm intensief geweest. Dat is ook inherent aan het vak. Je mist altijd. Je gaat heel snel, omdat je vooral in dit vak, je bent met emoties bezig. Dus je hebt heel snel een connectie met mensen. En je moet ze daar heel vaak ook weer heel snel loslaten. En je bent eraan. Alleen het is nooit leuk in het begin. Wie van je collega's ga je het meest te missen?
Ik moet altijd onwijs lachen met mijn kleedkamergenoot Rosalie de Jong. Ja, dat is een topwijf. De goorste grappen, daar kan je ons blij mee maken. En die zal ik enorm gaan missen. Sowieso wordt het een heel ander seizoen volgend jaar. Want ik zit nu zo druk met al die mensen en al dat ensemble om me heen. En het is soms er ook wel stureluurs van, maar het geeft heel veel energie. En dat zal ik wel heel erg gaan missen. Ik mis iedereen. Ik mis Maaike ook. Freek ben ik helemaal... We hebben afgesproken, Maaike en Freek, dat we één keer in de maand gaan winkelen. Als moederzoons. Dat houden we nog even in stand. Dus als mensen met ons zien lopen, dan weten ze wat er aan de hand is. Dan is het de verwerking van het proces. Ja. En wie ga je niet missen? Ja, dat is natuurlijk een geheim. Tante Sjaan, Tante Sjaan. Wil alleen een Indiaan.